Goedenavond. Hartelijk welkom. Beste mensen, mijn naam is Aart-Jan van der Pol. Ik ben directeur van het Nederlands Vioolconcours. En ik ben heel blij dat we hier zijn vanavond. En het is een hele bijzondere avond. Er zijn twee bijzondere dingen aan de hand. Ten eerste, er zit publiek in de zaal. En dat hadden we nog niet meegemaakt. Dat is de eerste keer deze editie van het Nederlands Vioolconcours dat de zaal, nou zo als dat kan dan, vol zit met mensen. Maar u bent er natuurlijk ook thuis bij onze livestream. Hartelijk welkom hier in Tivoli-Vredenburg, de Hertzaal. En het tweede bijzondere wat er aan de hand is, dames en heren, is dat dit de eerste editie is van de Jonge Makersprijs. Dat is een nieuwe loot aan de stam van de Nederlands Vioolconcoursen. En dit is de eerste wedstrijd voor violisten die andere stijlen spelen dan klassieke muziek. En ik ben er persoonlijk heel blij mee dat dat gelukt is dit jaar. En we zouden dat eigenlijk aftrappen met een heel bijzonder festival, de Nacht van de Viool. Maar daarvoor is het nog net even te vroeg. Dus we hebben dat festival uitgesteld naar volgend jaar. Maar dat concours vonden we zo belangrijk, de Jonge Makersprijs, dat we dat wel hebben laten doorgaan. En daarom zijn we hier vandaag bij de finale van de Jonge Makersprijs. Beste mensen, ik ben ook heel trots op de jury. Thuis ziet u ze niet, maar hier in de zaal wel. Ze zitten daar. En ik wil ze graag aan u voorstellen. De internationale jury onder voorzitterschap van Tim Kliphuis. Die zit daar. Uit Noorwegen, Ann Björklin. Uit Ierland, Frankie Gavin. En dan hier uit Utrecht, Merel Verkamme. En helemaal overgekomen uit Amsterdam, Yassine Boussaïd. En Job-Jurre Huiskamp is de secretaris van de jury. Nou, beste mensen, volgens mij zijn we er klaar voor. Ik hoop u thuis ook. Ik ga de eerste finaliste aankondigen. Dat is Valentine Blanchet. En zij wordt begeleid op gitaar door Cem Krajalcum. Beste mensen, een heel hartelijk applaus.
superleuk om hier vanavond te zijn voor echte mensen. Dat is echt nu al een feestje. Wij speelden net Introduction et Rumba Capriccioso. Voor de kenners misschien herkend als Introduction et Rondo Capriccioso van Camille Saint-Saëns. Hij schreef dat in Frankrijk, hij komt uit Frankrijk, in 1863. En rond diezelfde tijd, in de sloppenwijken van Cuba, ontstond ook nieuwe muziek. Namelijk de rumba, met Spaanse en Afrikaanse invloeden. En misschien als Saint-Saëns een rumba had gehoord in zijn leven, wat hij waarschijnlijk niet heeft. Misschien had het stuk dan wel zo geklonken. Ja, misschien ook niet, maar we zullen het nooit weten. In ieder geval, we gaan verder met een Schotse volksmelodie. Het gaat over de liefde. Hoe kan het ook anders? En het gaat over een man die smoor verliefd is. Maar als ik zeg smoor, dan bedoel ik ook echt smoor, tot over zijn oren. Maar helaas, zijn grote liefde met haar haren zo zwart als de nacht is onbereikbaar. Black is the color of my true love's hair. Thank you.
Ik ga nog één nummer spelen. En dit nummer schreef ik ongeveer een maand geleden, een kleine maand, in een klein dorpje op een berg in Zwitserland. In Greggen, om precies te zijn. Dat is een beetje mijn tweede thuis. Ik kom daar al mijn hele leven. Het is een hele dierbare plek voor mij. Dus ik wilde graag een ode daaraan brengen en een ode aan de bergen. Het heet Peaks.
Beste mensen, het blijft heel erg fijn om een zaal in te lopen en dat er allemaal mensen zitten. Hartelijk welkom ook thuis. We gaan door met de tweede finalist vanavond. Zij heette de Ragazzi. En de Ragazzi bestaan uit twee violisten. Noah Eamon, Hasler Forrest en Wouter Torringa. En voor het eerst op een vioolconcours drie cellisten. Het is maar wat. Joshua Herwig, Reinoud Feijen-Mestag en Ischa Kooistra. Beste mensen, een heel hartelijk applaus voor de Ragazzi. Thank you.
Zo. Zo'n podium zie je niet vaak bij het Nederlands Filmconcours, maar ik ben er wel heel blij mee. Dit is de set van de derde finalist van de Jonge Makersprijs 2022. Ik ga ze aan u voorstellen. Dit is het Teddy Sicking Quartet. Op viool Teddy Sicking. Dan hebben we Veerle van der Wal, Saba Okuyava op piano. En achter het drumstel David Baak. Beste mensen, een heel hartelijk applaus voor Teddy Sicking Quartet. Thank you.
don't need to introduce the band because I think Arjan already did that for us. Thank you. So yeah, we're the Teddy Singing Quartet, and I won't be talking for too long and bore you with my speech. The first song we just played is called Notes on Nimrod, and it is based on a very, very well-known theme or movement of a symphonic piece by Elgar, and I think you all know the name of that movement. Yeah, Nimrod. Okay. And now we're gonna play a song that I wrote, which I will tell you more about in like a second. And after that, we will play the third piece and last piece. And that is based upon the Sonatina for Violin and Piano by Ton de Leeuw. It's a piece that I really adore. And I'm not gonna say any more about that because it's a bit of a surprise. So this next song that we're gonna play is a ballad, and it's called Departure. Not only because it's the first ever song that I've written, but also because it's about one of my biggest inspirations, which is that I'm surrounded by all these wonderful and amazing and amazingly talented and skilled musicians. I mean, wow, that I get to work with, and I see them taking big steps towards like their dreams and goals. And I want to do the same thing. And I think, yeah, it's really inspiring. So I wrote Departure about that. Thank you.
Thank you all for being here and receiving us. We've had so much fun. And yeah, have a nice evening. Beste mensen, we zijn aan het einde gekomen van de finale van de Jonge Makersprijs 2022 hier in Tivoli Herts. En wij hopen, de jury gaat zich nu beraden. En ik hoop dat de jury rond een uurtje of 9:15 terug is met de prijsuitreiking hier op dit podium. Dat geeft u thuis gelegenheid om misschien een drankje te pakken. Maar het publiek in de zaal ook. U bent van harte welkom hier beneden in plein 6 om een drankje te halen. En om 9:15 weer hier terug. Beste mensen, tot zo.
It's up to me, so I'll keep it really short. Zal ik hier gaan staan? Oh. Zal ik van hier gaan staan? Maybe Frankie, maybe you want to stay there. Ja, beste mensen, zo ziet het eruit als een televisiemaker. Het is heel saai, iedereen op zijn plek zetten. We zijn het helemaal niet meer gewend dat er ook live publiek in de zaal is. Maar ik ga nou even wachten op iemand die mij gaat vertellen wanneer we ook live gaan voor de livestream. Hij wacht op jouw cue. Dus ik check even of iedereen klaar ervoor is hier op het podium. Nou, ik geloof dat wij er op het podium klaar voor zijn en in de zaal ook. Dus als de regie er klaar voor is, dan hoor ik, zie ik dat vast. En dan gaan we beginnen. Beste mensen, hartelijk welkom terug hier in Tivoli-Vredenburg in de Hertzaal. Het is een vol podium, maar wel netjes allemaal op 1,5 meter afstand. Hier staan alle finalisten. Geef ze nog een heel hartelijk applaus. De finalisten van de Jonge Makersprijs 2022. En dat is de eerste keer dat we dit concours in het Nederlands Filmconcours hebben. En ik ben er heel blij op. En ook heel trots op al deze fantastische finalisten. En niet minder trots ook op deze fantastische internationale jury die we hebben. Ik ga ze even aan u voorstellen. Onder voorzitterschap van Tim Kliphuis zijn dat Ambjörg Lien, Merel Verkamme, Frankie Gavin uit Ierland en Yassine Boussaid. Geef ze een heel hartelijk applaus. Dan denk ik dat het nu tijd is dat ik het woord geef aan juryvoorzitter Tim Kliphuis om bekend te maken wie de winnaars zijn, de derde, de tweede en de eerste prijs, ze staan hier al klaar, van de Jonge Makersprijs 2022. Tim. Dankjewel, Aart-Jan. Hallo, kijkers thuis ook. Dank jullie wel, live publiek. Wat een fantastische kans hebben wij gekregen om er toch echt een concert van te maken, een optreden. Ik wil inderdaad deze geweldige muzici bedanken voor deze heerlijke avond die ze ons live hebben gegeven. En wat hebben we dat weer gemist. Ik wil ook de jury bedanken. Er zijn er twee mensen echt hier naartoe gekomen vanuit Noorwegen en vanuit Ierland. En van tevoren werd mij gevraagd bij dit concours, hoe ga je nou het een met het ander vergelijken? Het zijn ja, helemaal verschillende muziekstijlen.
En ik zei, dat klopt, het is appels met peren vergelijken. Maar gelukkig hebben wij een jury van appels en peren. En het mooie is dat wij net hebben beraadslaagd... dat gebleken is dat iedereen vanuit een andere invalshoek... vanuit de podiumkunst, vanuit het makersperspectief... vanuit het vioolperspectief, vanuit het bandperspectief... heeft hierover nagedacht. Dus er is heel erg goed over nagedacht wie zou winnen. Er is niet heel lang over gepraat. En het zat ongelooflijk dicht bij elkaar. Dus eigenlijk, ja, er zijn 3 winnaars. Maar we moeten toch kiezen. Derde prijs, Teddy Sikking. Tweede prijs, Ragazzi. Eerste prijs, Valentin Blanchet. Van harte gefeliciteerd. Dank jullie wel voor een geweldige avond. Jullie krijgen ondertussen bloemen en jullie hebben een prachtige trofee. Maar het is nog niet voorbij. We hebben namelijk nog een prijsje uit te reiken. Het is zo dat wij als Nederlands Filmconcours proberen we alle finalisten... en alle laureaten die aan al onze concoursen mee te doen... de komende 2 jaar te helpen om hun carrière verder vorm te geven. En dat doe je natuurlijk op de beste manier door gewoon zoveel mogelijk te spelen. Op een podium te staan. Dus ik ga proberen om zoveel mogelijk concerten voor al die laureaten te regelen. En eentje hebben we alvast binnen. Tim, vertel eens wat meer. Ja, het is pas vandaag bekend geworden. Ik ben heel gelukkig dat ik ook als componist werkzaam mag zijn in deze tijd. En het Bach Festival in Dordrecht heeft mij een poosje geleden gevraagd om een van de projecten, om daar het stuk voor te schrijven. En daar hoort een solist bij. En er is mij gevraagd, heb je een idee wie dat zou kunnen doen? Dat was vanmiddag om 2 uur. En toen heb ik gezegd, ik heb nog geen idee, maar er is vanavond wel iemand die dat zou kunnen gaan doen. En dat is namelijk de eerste prijswinnaar. Dus Valentin, ik wil je graag uitnodigen om in... Dit gaat plaatsvinden, ik geloof ergens derde week juni van dit jaar. Ik hoop dat je er dan ook bent. En wij gaan in samenwerking jouw rol bedenken met een orkest in het Bach Festival Dordrecht. Dus die eerste is al binnen. Beste mensen, fijn dat jullie hebben gekeken naar de livestream. Beste mensen, fijn dat jullie hier in de zaal waren. Beste finalisten, beste laureaten moet ik nou zeggen. Van harte gefeliciteerd dat jullie in deze finale stonden met jullie prachtige prijzen. Beste jury, veel dank voor jullie wijze beoordeling vanavond. Beste mensen, het Nederlands Filmconcours is nog niet voorbij. Morgen hebben we nog 2 finales voor u. En dat is... 1 finale hier op dit podium van de Davina van Wely prijs 2022. Dat is in de middag. We beginnen om 2 uur. En dat is ook met livestream en ook met publiek. Dan hebben we morgenavond, dan gaan we verdieping lager naar de grote zaal hier in Tivoli-Vredenburg. Met het residentieorkest onder leiding van Bas Wiegers. De finale van de Oscar Bakprijs 2022. En dat is jammer, daar kunt u alleen met de livestream bij zijn. Want dat concert duurt tot 11 uur en zover is het nog niet. Dus er is geen publiek daarbij. Maar wel een ontzettende hoeveelheid camera's. Dus u kunt er bijna echt bij zijn. Kijkt u mee met de livestream morgen bij beide finales. Beste mensen, dank u wel en tot morgen.